Een andere commando natuurlijk en dan brengt hij ook weer. En als je uit lettert tussen die kolenbureau. Ja? Bureau. Ik wil jullie zo meteen een klein stukje laten zien hoe wij eigenlijk onze honden in vogelvlucht trainen. Normaal gesproken duurt dat zo'n 2 tot 5 maanden om de basis in een hond te krijgen. En uiteindelijk leert de hond nog elke dag weer een beetje bij. Dat zal ik nou eerst even een klein stukje demonstreren. Bos, doe maar. Volgens mij hebben we wel eentje die mee wil doen. Nou, u ziet hier nou, Mos die blijft nou gewoon rondjes om de schapen heen rennen. En de schapen die blijven eigenlijk om mij heen draaien. Maar zou ik bijvoorbeeld nou naar mijn andere honden toe lopen, zul je ook gelijk zien dat Mos nou ook alles weer aan doet om de schapen met mij mee te laten komen. En ze mogen eigenlijk niet bij mijn voeten weg van hem. Nou, en dit is eigenlijk de natuur van de Border Collie. Dit mogen wij graag zien in een hond. Ik zal Mos nou eerst even neerleggen, zodat hij wat rustiger wordt. Ga af. Ga af. En hoe leer je nou zo'n hond om links of rechts om de schapen heen te gaan? Nou ja, wat je nou eigenlijk ziet is dat hij er alles aan doet om de schapen bij mij te houden. Zou ik nou aan de andere kant van de schapen staan, is voor de hond eigenlijk een hele natuurlijke positie. Zo weet hij dat hij de controle over de schapen heeft en de schapen staan tussen mij en hem in. Zou ik nou op mijn hond aflopen, aan deze kant langs, zal hij de andere kant linksom de schapen gaan. En als ik nou omdraai, zul je ook zien dat de hond ook om gaat draaien. Nou, als je dit met je hond kan, ga je er op een duur commando's aan geven. Dit is voor ons de rechterkant, dus dit noemen wij naar rechts. Naar rechts. Nou ja, en dit gaat nou even in vogelvlucht. Zou je dit bijvoorbeeld een 1,5 week, 2 week, elke dag zo'n klein beetje trainen, zou de hond op een duur snappen van, hé, als ik die kant om de schapen heen ren, betekent dat naar rechts. Mos, ga af. En dan proberen we de andere kant. Nou, dan wilde u even tussendoor. Gaaf, gaaf. Nou, dit is voor ons de linkerkant. Hebben we dit eindelijk voor elkaar, dan proberen we hier dus linksom op te zetten. En dan blijf ik dit gewoon weer een aantal dagen tot een aantal weken herhalen. En dan snapt de hond op een duur, hé, dat is linksom. Nou zou ik dus zonder mijn lichaam ga ik de hond nu sturen. Ik zelf blijf gewoon staan. Ga af. Naar rechts. Nou ziet u dat hij gewoon weer de rechterkant op gaat zonder mijn lichaam. Toch niet. Ga af. Naar rechts. Naar rechts. Nou toch wel. Nu ziet hij dat hij gewoon rondjes naar rechts om de schapen heen blijft gaan. Zal ik hem nou weer afleggen? Ga af. En nou wil ik hem de andere kant op hebben. Linksom. Linksom. Ga af. Ga af. Zal ik even een andere hond uit de hok pakken? Ik heb hier Sky er even bij gepakt. Sky is een 5-jarig teefje. Die heb ik, toen ze net geboren was, heb ik eigenlijk zelf uitgekocht. In de voorrondes zijn we helaas niet doorgekomen. Ze was iets te gretig, waardoor wij gedisqualificeerd werden. Uit de natuur houdt hij alles lekker dicht bij mij. Maar ik wil de schapen ook een keer van mij af hebben. Nou, nu ziet u verder achter op het veldje heb ik een pionnetje staan, een gewoon pionnetje. Dan zal ik ze met Sky op de stemcommando richting het pionnetje gaan drijven. Kom bij. Lie down. Walk on. Walk on. Kom bij. Walk on. Kom bij. Walk on, wait, lie down. Walk on.
Come by. Lie down. Walk on. Come by. Lie down. Walk on. Lie down. Come by. Lie down. Away. Lie down. Walk on. Lie down. Lie down. Come by. Lie down. Lie down. Lie down. Away. Away. Lie down. Away. Lie down. Come by. Come by. Lie down. Lie down. Nou, ze gingen er niet helemaal vlekkeloos omheen, maar nu kunt u dus ook zien dat ik gewoon met links en rechts en het kleine beetje drijven de schapen dus ook van mij af kan halen. Of van mij af kan drijven, eerlijk gezegd. Ik heb hier nu ook een klein parcoursje neergezet. Nou, dit wil ik dus ook laten zien. Alleen dan ga ik nog een stapje verder. Dan ga ik niet met mijn stemcommando doen, maar op fluitcommando's. Heb jij je hond uiteindelijk geleerd dat hij met links en rechts om de schapen heen kan? Kan je dat op een duur ook over gaan zetten naar een fluit. En de reden dat wij het op een fluit zetten is eigenlijk dat wij normaal gesproken overdag op een trein van een aantal hectare lopen. Loop ik met zo'n kudde van 250 schapen. Ze lopen overal tussen de bosjes en over het hele veld verspreid. En dan moet ze mij achteraan ook kunnen horen. Als de schapen 800, 900 meter van mij vandaan staan, moeten ze die op kunnen halen. Maar gaat het niet naar mijn zin, moet ik er ook bij kunnen sturen. Dan moet ik er eventueel een stukje naar links kunnen sturen of eventueel een stukje naar rechts kunnen sturen. Nou wil ik dat ze links om de schapen heen rent, dan heb ik dit commando voor. En nou wil ik dat ze rechts om de schapen heen gaat. En nou zal ik weer even laten stoppen. Lie down. Nou, en nu ziet u dus, ik zal met Sky zal ik de schapen weer achter om het pionnetje heen gaan drijven. Ik laat nou even een klein parcoursje zien die ik hieruit heb gezet. Ik zal er achter om de achterste pion heen laten drijven. En op de terugweg staan er twee grote pionnen waar ik een achtje tussen wil gaan draaien. Heb ik het achtje gehad, neem ik de schapen mee heen naar voren toe. Probeer ik de schapen door het sluisje en uiteindelijk in het pennetje te krijgen. Ik moet zeggen, volgens mij wordt het pennetje vandaag wel heel makkelijk, want ze lopen er zelf al in. Goodbye. Nou, ze proberen toch weer een pennetje in te gaan, maar we gaan gewoon verder. Kom bij. En zoals je ziet krijg ik hem met de fluitcommandos dus door de slalom of door het achtje heen. Gaan we nou rustig richting het behandelslootje. Step, go back. Hey, go back. Lie down. Oh, er ging een paar door de sloot heen. Dat moeten we dus over doen. Afsluitendje met Sky wil ik ze nog even in een pennetje krijgen, maar zoals net al te zien was, zal dat waarschijnlijk niet al te moeilijk worden.
hier voor me daar te demonstreren dat ze dus tegelijkertijd allebei een andere kant op kunnen. Come by, alweer, naar rechts. Come by, naar rechts. Come by, come by. Nou, zo ziet u dus eigenlijk dat ik gewoon met de commando's ze tegen elkaar in kan gaan sturen. Maar nou laat ik het aan de honden over. Nou probeer ik gewoon met de commando's de schapen weer door het sluisje heen te krijgen en in de pen gewoon met de twee honden. Oh. Nou, zoals u ziet is dit ook weer gelukt. Nou wil ik eigenlijk als afsluiting van deze demonstratie nog een klein dingetje laten zien. Normaal gesproken...